als je zou zeggen 100% subjectief, dan betekent het dat iedereen een volstrekt eigen en unieke smaak heeft. En dat is helemaal niet zo, want er bestaan echt smaakpatronen. En smaakpatronen die hebben gewoon te maken met dingen die in een cultuur op een bepaalde manier, op een bepaald moment als de norm worden gezien. En die norm kan ook weer veranderen. En zo'n vraag als moet een gedicht rijmen, die verwijst eigenlijk naar een vorige norm. Uh, en als je zegt van een gedicht mag niet rijmen, dan verwijst het eigenlijk naar de daaropvolgende norm. Ja? En dat zijn dus in geen van beide gevallen uiterst subjectieve ideeën van jou, want anders zou je dat uh, niet vragen. Hè? Als het echt helemaal subjectief was, dan zou jij gewoon kunnen zeggen een goed gedicht rijmt. Ja? Maar je spreekt niet alleen maar vanuit je eigen subjectieve ervaringen en aanvoering. Je spreekt ook altijd voor een heel groot deel vanuit de geschiedenis en vanuit de cultuur waarin je bent groot geworden. En dat geldt voor bijna alles, dat geldt niet alleen voor poëzie, dat geldt eigenlijk voor alle artistieke dingen. En mensen beseffen denk ik onvoldoende hoezeer hun smaak door hun omgeving is bepaald. Um, en dat, dat zie je ook gewoon, uh, mensen in dezelfde kringen, die kleden zich hetzelfde, die hebben vaak dezelfde cd's in, het, uh, in hun rek staan en denken toch allemaal dat ze een hoogspersoonlijke smaak hebben. Wat natuurlijk onzin was, want als dat was dan hadden zij echt een totaal andere garderobe en cd-kast en dat is niet zo. Dus dat is denk ik een hele grote misvatting, het hele idee van dat wij een subjectieve smaak zouden hebben.